Dit is natuurlijk een hele belangrijke meeting van overheidsdienaren, zeg ik altijd. Om bij elkaar te zitten en van elkaar te horen waarom zit je hier en wat ga je daarmee doen als je terug bent in Nederland of in België of in Luxemburg. Dat hebben we 13 jaar geleden opgezet met elkaar en het draait nog steeds, dus daar ben ik heel blij mee. Wat zijn de uitdagingen van de overheid? Nou, we hebben natuurlijk heel wat uitdagingen gehoord bij diverse presentaties van Gartner. AI, AI, AI is denk ik het leidmotief van deze sessie. En dat slaat natuurlijk heel erg neer op die overheid die in bezit is van hele grote hoeveelheden data die ten nutte gemaakt moet worden van de inzet in de IT en in hun processen. Het grote probleem is, het zit in legacy. En hoe krijg je het vanuit legacy in een digitale vorm, verrijkt door AI, om ervoor te zorgen dat dat veel sneller gaat. Een van de voorbeelden is bijvoorbeeld toeslagen, waar 1400 man bezig zijn om in 9 systemen te screenscrapen, dat vervolgens printen en dat gaat in een fysiek dossier. Dat lijkt mij niet helemaal meer van deze tijd. Nou, als je dat nou slim gaat aanpakken, is dat een van de uitdagingen waar de overheid voor staat. En die data in, zeg maar, nieuwe omgevingen zitten, nieuwe cloudvormen, dat is een tweede hele grote uitdaging. En ja, zorgen dat de processen zodanig worden ingericht dat het een keer goed werkt, snel, effectief en gemaakt voor wat het zou moeten doen. Nu werk je zelf bij Detect. Wat doet Detect en waarom is het ook een interessante oplossing voor de overheid? Detect is 6 jaar geleden ontwikkeld. Is een dataplatform op een volstrekt nieuwe wijze ingericht. De data die wij gebruiken halen wij uit alle systemen die bij klanten staan. Dat kunnen, zeg maar, hun eigen data zijn. Dat kan verrijkt worden door feeds uit andere bronnen. Hoeveel maakt niet uit. En het voordeel dat je dus alleen de data eruit haalt die je nodig hebt via API's in een ruwe vorm, raw data. Die raw data die gaan wij vervolgens transformeren en taggen. Vervolgens zetten we daar allerlei soorten blokjes onder. Bijvoorbeeld voor AVG of waar moet dat allemaal naartoe. Die AI-machines blokjes die doen dat. Vervolgens zet je dat klaar in een enterprise brick. En dan gaat het naar een Salesforce, dan gaat het naar een IBM en andere partijen die daar iets mee gaan doen in een vorm van een single pane of glass. Dit is het in korte bestek.